Ik ben blij dat jullie hier zijn voor onze webinar over ArcGIS Briefings. Mijn naam is Seppe en ik werk momenteel nu al ietsje langer dan een jaartje hier bij SRI Belux als support analyst. Vandaag ga ik iets anders doen en ga ik jullie een webinar geven over ArcGIS Story Maps en een nieuwe additie hieraan, ArcGIS Briefings. Voor sommige mensen valt het misschien op, het ziet er ietsje anders uit als onze vorige webinars. En dat is omdat we er natuurlijk voor gekozen hebben om vandaag onze webinar te geven in een ArcGIS briefingsformaat in plaats van Microsoft PowerPoint. En dan kan jullie misschien al direct een ideetje geven van hoe zo'n ArcGIS briefing er eigenlijk kan uitzien. De bedoeling voor de webinar van vandaag is dat we even gaan bekijken wat ArcGIS briefings juist inhoudt en hoe het vervat zit in heel het ArcGIS Online portaal slash platform. Ik zal beginnen met kort eens te overlopen wat we in deze webinar zullen toelichten vandaag. Eerst zullen we beginnen met een korte inleiding over ArcGIS Story Maps en briefings en hoe deze geïntegreerd zijn in het hele ArcGIS ecosysteem. Vervolgens gaan we eens kijken naar de voornaamste opties en functionaliteiten die momenteel al mogelijk zijn in briefings. Zoals bijvoorbeeld de Express Map. En dan gaan we ook eens kijken naar de voordelen van briefings. Tegenover andere presentatiesoftware, waarvoor zou je eigenlijk gaan kiezen voor een ArcGIS briefing in plaats van bijvoorbeeld Microsoft PowerPoint. Vervolgens gaan we over naar een demo. In die demo gaan we zien hoe we van start gaan met een briefing. Eventueel ook enkele opties. En na die demo neem ik jullie nog even mee naar enkele voorbeelden vanuit SRI Inc. Briefings die zij gemaakt hebben, die een beetje inspiratie kunnen geven. Als ook enkele nuttige links voor de mensen die na deze webinar verder geïnteresseerd zijn in ArcGIS briefings. Op het einde volgt dan een Q&A-sessie. Natuurlijk, jullie mogen jullie vragen tijdens de webinar al in de chat zetten. En dan bespreken we die allemaal op het einde van de webinar in deze Q&A-sectie. Dus een inleiding. Sommigen onder jullie zullen al bekend zijn met ArcGIS Story Maps. Het is een van de bekende webapplicaties van het ArcGIS Online of Enterprise portaal. En je kan het zoals onder andere Server123 en Workforce hier rechtsbovenaan in het schema bij de webapps vinden. ArcGIS Story Maps is eigenlijk een manier om een online verhaal te gaan opbouwen in je portaal, waarin dat je dan tekst gaat verwerken met je GIS-content, zij het nu kaarten, 3D-scènes, embedded content, maar ook bijvoorbeeld webapplicaties. En dan zo één geheel daaraan te gaan wikkelen. Een ander voordeel van de Story Maps is dat je eigenlijk heel gemakkelijk een modern design gaat kunnen geven aan je verhaal. Je hebt bepaalde voorgemaakte layouts, je kan daarmee spelen en zo kan je eigenlijk een heel mooi verhaal, online verhaal, wikkelen in die Story Maps. En daarna kan je dan natuurlijk die Story Map gaan delen met je collega's, maar ook bijvoorbeeld beschikbaar gaan zetten op uw website voor uw publiek. ArcGIS Briefings dan. ArcGIS Briefings is eigenlijk de nieuwe additie aan Story Maps en is eigenlijk heel recent beschikbaar gemaakt in ArcGIS Online. Voor mensen die met een enterprise werken is de beta beschikbaar vanaf 11.2 en de volledige versie zal dan later volgen in 11.3. ArcGIS Briefings is eigenlijk de overgang van dan de Story Map, een verhaal, naar een presentatie. En het volgt eigenlijk dezelfde user interface, dus het is eigenlijk heel makkelijk om te gebruiken voor mensen die gekend zijn met Story Maps. En je kan er dan ook weer in je presentatie interactief gaan werken met je GIS-content, met je kaarten, 3D-scènes enzovoort. Wat zijn dan nu zoal de beschikbare opties en functionaliteiten in briefings? Want het is natuurlijk nog een vrij nieuw product van Esri. Wel, de belangrijkste opties en functionaliteiten vanuit Story Maps zijn eigenlijk overgenomen naar briefings. Dus het belangrijkste element, de integratie met uw GIS-content vanuit uw online of enterprise portaal, blijft behouden. Dus je kan eigenlijk heel gemakkelijk uw presentatie gaan opbouwen en tijdens die presentatie bepaalde maps en 3D-scènes vanuit uw portaal of vanuit lokaal opgeslagen bestanden daarin gaan toevoegen. Verder is het ook eigenlijk compatibel met presentatiesoftware. Sommige mensen maken eigenlijk graag gebruik van bijvoorbeeld van die PowerPoint-clickers
Die werken eigenlijk ook perfect met ArcGIS briefings. En daarbovenop is er nu ook een mobiele app beschikbaar voor briefings. Het voordeel van die mobiele app, die is nu enkel voor tablets beschikbaar, is dat je eigenlijk je briefings of je presentatie dan offline kan gaan downloaden. Het voordeel is dat je dan niet enkel je tekst van je briefing downloadt, maar ook bijvoorbeeld van je maps ga je die dan als een map package downloaden. Dus zelfs als je dan offline eigenlijk aan het presenteren bent, kan je nog altijd de kaarten die je in die presentatie hebt gestoken gaan gebruiken. Dus je kan daar nog altijd gaan op inzoomen, bewegen, gaan kijken naar bepaalde features die je daar hebt op aangeduid. Wat eigenlijk toch wel een sterk voordeel is ten opzichte van bijvoorbeeld Microsoft PowerPoint, waar je dan eerder gaat verwijzen naar bijvoorbeeld een URL, naar een webpagina en van daar dan gaat moeten spelen met je kaart. Hier heb je een leuke optie voor mensen die Story Maps gekend zijn. De swipe-optie, waar je dan bijvoorbeeld hier voor een luchtfoto van Barcelona kan gaan swipen tussen twee afbeeldingen. Dat is bijvoorbeeld een van de opties die in Story Maps beschikbaar is en die ze dan hebben overgenomen vanuit briefings. Gewoon om een voorbeeldje al eens te kunnen geven. Wat is dan het uiteindelijke voordeel ten opzichte van Microsoft PowerPoint? Wel, het belangrijkste is dat het geïntegreerd zit in heel het ArcGIS Online of Enterprise platform. Je kan heel gemakkelijk met je andere content vanuit je portaal gaan werken. Zoals je ziet heb ik bijvoorbeeld hier een 3D-scène in mijn presentatie gezet. En terwijl ik nu aan het presenteren ben, kan ik ook nog gaan inzoomen op die 3D-scène. Ik kan daar een beetje mee gaan spelen, in- en uitzoomen. Dus als ik bijvoorbeeld bepaalde kenmerken wil gaan highlighten tijdens mijn presentatie op een kaart of op een 3D-scène, is dat perfect mogelijk. Wat is er nogal een voordeel ten opzichte van Microsoft PowerPoint, is natuurlijk de overgang vanuit Story Maps. Als je vaak werkt met Story Maps, is het eigenlijk heel makkelijk om te leren werken met briefings. Ook je thema's die je voor Story Maps maakt, kan je eigenlijk gaan hergebruiken voor je briefings. Zo zorg je er toch voor dat je presentatie dan qua layout bijvoorbeeld, qua look, heel goed overeenkomt met je bestaande content die je bijvoorbeeld beschikbaar maakt voor je gebruikers. Hier heb ik nog zo een voorbeeldje van een Express Map. Express Maps zijn eigenlijk heel eenvoudige kaarten die je snel kan gaan opbouwen in Story Maps of in briefings. En je hoeft daarvoor niet te gaan teruggrijpen op een desktop software zoals ArcGIS Pro of ArcMap. Je hoeft ook niet naar je map viewer te gaan. Je kan eigenlijk gewoon direct aan de slag een bepaalde base map gebruiken, enkele lagen gaan toevoegen en enkele features daar dan bijvoorbeeld op gaan aanduiden. Dit is nu een kort voorbeeld dat ik gemaakt had voor deze webinar. Maar zoals je ziet kan ik dan tijdens mijn presentatie weer gaan inzoomen naar bepaalde features die ik heb aangemaakt. Ik kan gaan inzoomen, uitzoomen. Dat is allemaal heel eenvoudig om mee te werken, wat het grote voordeel eraan is. Vervolgens zal ik jullie even een korte demo laten zien. In die demo ga ik eigenlijk laten zien hoe je van start gaat met een ArcGIS briefing, waar je het kan vinden en ook enkele opties die je al eens kan uittesten, moest je aan de slag gaan met ArcGIS briefings. Goedemiddag allemaal. In deze demo gaan we even laten zien waar dat je ArcGIS briefings juist in het portaal kan terugvinden. En welke opties er momenteel al zijn voor ArcGIS briefings. We gaan allereerst naar de App Launcher. Daar gaan we naar ArcGIS Storymaps. En in ArcGIS Storymaps zal je nu hier de nieuwe optie vinden, briefings. Als we hierop klikken, vinden we onze huidige bestaande briefings en hebben we hier de optie om een nieuwe briefing aan te maken. Voilà, we zijn in de Briefing Builder. We komen hier direct terecht op onze titeldia, waar je ziet dat we al een titel kunnen invoegen, een ondertitel en een kofferafbeelding of video. Op dit moment hebben we nog geen speciaal thema. Graag heb je natuurlijk bij je presentatie een soort van thema dat aanleunt bij het onderwerp waarover je zal babbelen.
Hier kunnen we het ontwerp gaan kiezen. Je hebt hier al enkele voorgemaakte thema's, zoals ook een galerij. Maar natuurlijk kan je ook je eigen thema's aanmaken. Hier heb je de optie om door uw thema's te gaan bladeren. Maar op dit moment gaan we ervan uit dat we nog geen thema hebben. En gaan we even terug naar de ArcGIS StoryMaps startscherm. Hier heb je onderaan thema's. Je bestaande thema's en kan je hierboven kiezen voor een nieuw thema. En de thema's voor StoryMaps kunnen ook dus gebruikt worden voor briefings. Dan kan je een titel geven aan je thema. Webinar demo voor mij in dit geval. En zullen we beginnen met een kleur. Ik ga in deze briefing het hebben over Barcelona. Gewoon puur een voorbeeld. Dus ga ik eens gaan zoeken naar een kleurtje of een kleurencombinatie die natuurlijk gekend is voor Barcelona. We pakken de rode achtergrondkleur. Je ziet hier eigenlijk al direct een uitroepteken, een soort van warning sign. Laag contrast tussen achtergrond- en tekstkleuren. En zoals je ziet is het natuurlijk inderdaad niet zo super makkelijk om de tekst te gaan lezen. Dus gaan we de kleur gaan aanpassen van de tekst. We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor wit, wat natuurlijk wel altijd heel contrasterend werd met onze typische achtergrondkleuren. Ik denk dat dat vrij duidelijk is direct. En dan is die warning sign hier ook niet meer te vinden. Toch zou ik graag aan een andere kleur werken. Voilà. Ik ga dezelfde kleur toepassen op mijn andere letters. Voilà. Inderdaad, ik snap waarom hij mij terug een warning sign geeft. Het is niet perfect leesbaar. Maar gewoon nu puur voor de demo ga ik het hierop houden. Ik kan ook nog andere zaken gaan aanpassen, zoals bijvoorbeeld knoppen die in uw briefing komen. Een andere vorm kan je daaraan geven. Je kan aangepaste kleur gebruiken. Citaten, moest je citaten willen gebruiken in uw briefing. Stijl waarin dat deze woorden weergeven. Ook links, bepaalde links, hoe dat deze worden weergegeven. Uw basiskaart, als je bijvoorbeeld verschillende kaarten wilt gaan inbrengen in uw briefing. En je wilt dat er een soort herkenbare basemap wordt gebruikt, kan je hier de basemap bepalen. Maar je kan natuurlijk ook uw eigen kaart gebruiken als basemap. Als je hierdoor meer kaarten gaat bladeren, vinden we onze kaarten van op onze ArcGIS Online. En een logo, hier kunnen we bijvoorbeeld het SRBLux logo gaan toevoegen voor deze demo. Zodra dat ik blij ben met mijn thema, kan ik deze publiceren. Ik kan nog een deelniveau instellen. In dit geval laat ik het op privé staan. Mijn thema wordt gepubliceerd. Vervolgens kan ik teruggaan naar mijn briefing. Ga ik opnieuw mijn thema's gaan bekijken en zie ik hier nieuwe thema's staan. Voilà. En ons thema is toegepast op onze briefing. Nu kunnen we beginnen met een titel. Ik had toch graag de eerste gebruikt als eerste slide van mijn briefing. Barcelona. Een city trip. Hier kan ik dan een coverafbeelding of video gaan toevoegen. Dan heb ik de optie om te gaan zoeken in mijn lokale bestanden naar een afbeelding. Ik plaats hier een mooie luchtafbeelding van Barcelona. En vervolgens heb ik mijn intro slide op een redelijk eenvoudige en snelle manier aangemaakt voor mijn briefing. Wat ik vervolgens eens kan laten zien is het invoegen van kaarten. Ik kan hier dus gebruik maken van mijn huidige bestaande kaarten in ArcGIS Online. Ik kan ook op zoek gaan naar eventueel kaarten van mijn collega's of publieke kaarten van de Living Atlas. Maar in dit geval zal ik eens een nieuwe expresskaart laten zien en zien hoe dit juist werkt.
Ik zou graag gebruik maken van een andere basiskaart voor mijn Express Map. Dus ik kan hier onderaan bij de instellingen een andere basiskaart gaan zoeken. Ik kan hier ook door meer kaarten gaan bladeren om eenmaal mijn eigen kaarten als basiskaart te gebruiken. Voor deze demo ga ik gebruik maken van de OpenStreetMap basiskaart. Voilà. Ga ik even gaan inzoomen op Barcelona. Ik ga de zoekoptie gebruiken. Ik ga gebruik maken van een legende. En dan ga ik even ter aanduiding een cirkel maken rond de regio Barcelona, waar mijn citytrip zich zal afspelen. Lichter kleurtje geven aan de cirkel, zodat toch alles onder ook duidelijk blijft. Met behulp van de zoekoptie kan ik dan enkele gekende bezienswaardigheden gaan toevoegen aan mijn expressmap. Toevoegen aan de kaart, kan ik daar dan ook een afbeelding aan toevoegen. Zoals de meeste mensen de Sagrada Familia momenteel kennen, met de verschillende werkkranen er rond. Ik ga natuurlijk ook nog een verschillend kleurtje aangeven. En voilà. Ik zal er nog twee toevoegen. Las Ramblas. En dan nog een laatste, het Picasso Museum. Toevoegen aan de kaart. Een foto erbij. Voilà. Nu heb ik eigenlijk heel snel een soort van kaart gemaakt met enkele features, enkele bezienswaardigheden aangeduid, die ik dan ook nog hier bijvoorbeeld in een groep kan onderbrengen. Dan zal ik deze kaart opslagen. En dan komt deze eigenlijk zo terecht in mijn briefing. Ik kan hier een legende tonen. Ik kan hier gaan kijken naar mijn features. En zo is het toch redelijk eenvoudig om snel een soort van kaart te maken die je kan gebruiken tijdens de presentatie zelf. Stel nu dat er vragen komen tijdens je presentatie over bepaalde aspecten. Kan je dan snel op die Express Maps gaan inzoomen. Kan er nog gaan gebruik maken van de zoomfunctie. Eventueel heb je hier nog extra informatie meegegeven. Die bij de pop-up dan terecht zal komen. En ja, dit is toch een handige functie die ook overgenomen is van Storymaps, waarmee je eens kan rondspelen. Wat is er zo nogal mogelijk in briefings momenteel? We kunnen ook bijvoorbeeld een video aan toevoegen. Voilà, zo heb ik hier direct ook een mooie video over Barcelona in mijn briefing, die ik ook interactief ga kunnen besturen. Wat ook leuk is, is de veegoptie, waarbij je tussen twee afbeeldingen gaat kunnen swipen. Wat heel mooi is bij bijvoorbeeld deze luchtfoto's. Zal ik even als voorbeeld laten zien. De meeste van deze opties voor Storymaps gebruikers zullen wel gekend zijn. En het voordeel aan briefings is dat die ook voornamelijk hier allemaal behouden zijn. Zodat je deze kan terugbrengen in je presentatie.
En nog een laatste zaak dat ik zou willen laten zien, is dat je natuurlijk ook de optie hebt om 3D-scènes in te brengen in briefings. En ook deze blijven dan ook interactief, terwijl dat je bezig bent met je presentatie. Er zijn nog verschillende andere opties in briefings, maar die laat ik aan jullie om nog wat te ontdekken. Het is ook een vrij nieuw product van Esri, dus normaal gezien komen er zeker in de loop van de tijd hier nog verschillende functionaliteiten bij. Ook bijvoorbeeld, wat ik nu niet heb laten zien, zijn applicaties, experiences en applicaties van de webappbuilder zouden normaal gezien ook perfect mogelijk moeten zijn om deze in te brengen in uw briefingspresentatie. En dan zullen we wel eens gaan kijken naar een voorbeeld. U krijgt hier de optie bovenaan om een overzicht te krijgen van uw slides. Je ziet hier dat de eerste slide Barcelona heet en de volgende dia 2, 3, 4 en 5. Maar je hebt natuurlijk ook de optie om deze nog te hernoemen. Moest je bijvoorbeeld tijdens je presentatie sneller willen terugvinden waar een bepaald onderwerp besproken werd. Je hebt hier onderaan het volledige scherm en hoe het eruit zal zien op een desktop. Bovenaan heb je dan de manier om je dia's te besturen, maar je kan ook met de knopjes besturen. Zoals je ziet, kan ik tijdens het presenteren van mijn briefing nog steeds bezig blijven met mijn kaarten. Ik kan interactief de features bijvoorbeeld gaan bekijken. Ik kan de map even op groot scherm zetten, mijn legende laten zien en ook hier nog gaan zoeken op bepaalde adressen of plaatsen. De video, de swipe-modus, die blijft ook behouden tijdens het presenteren. En als laatste natuurlijk de 3D-scène. Voilà, dat ziet er goed uit. Dus ik denk dat ik klaar ben om deze te publiceren. Ik heb hier nog de optie om deelniveau te gaan instellen, zoals met alle andere ArcGIS Online items, privé, organisatie of openbaar. Belangrijk dat als je organisatie of openbaar kiest, dan natuurlijk de zaken die je linkt in je briefing, dat deze ook beschikbaar zijn op dat niveau. Ik kan hier nog een naam voor mijn briefing gaan bewerken en eventueel met specifieke groepen gaan delen. Bij het publiceren gaat het dan nog even kijken of er bepaalde problemen zijn met de briefing. En in dit geval gelukkig niet. U hebt uw briefing gepubliceerd en voilà. Dan opent hij ook rechtstreeks in de browser. En dat was eigenlijk in kort wat ik jullie in deze demo even wou laten zien. Gewoon hoe een briefing juist in zijn werk gaat, hoe je daar makkelijk aan de slag gaat en enkele van de opties. Maar de rest laat ik voor jullie om te ontdekken wanneer je zelf voor de eerste keer met ArcGIS Briefing zal werken. Oké, ik hoop dat jullie een beetje een idee gaf van hoe ArcGIS Briefings in zijn werk gaat. Zoals je ziet is het eigenlijk een vrij eenvoudige software om mee te leren werken. Het is heel gemakkelijk om een degelijk uitziende presentatie op te bouwen op heel korte tijd. En dat was eigenlijk wat ik vooral voornamelijk wou meegeven in de demo. Ik zou jullie graag ook nog enkele voorbeelden willen laten zien. Van ArcGIS Briefings, want natuurlijk die in de demo was niet de schoonste. Dus heb ik hier voor jullie nog enkele van het Esri Inc. De eerste, Create Your First Briefing, een briefing over het maken van een briefing in mijn briefingspresentatie. Zoals je ziet, die zien er vrij gelijkaardig uit wel, die briefings. Maar ik vind toch dat die redelijk snel een professioneel zicht geven aan uw presentatie. Verder heb ik hier nog eentje over Urban Change.
Een vrij hedendaags onderwerp. We gaan de voorbeelden sowieso meegeven achteraf, zodat je die zelf op je gemak kan bekijken en een beetje inspiratie kan opdoen voor jullie eigen briefings. Verder had ik ook nog graag enkele links meegeven die nuttig kunnen zijn voor mensen die echt wel geïnteresseerd zijn in briefings. Ik heb hier 4 links, geen zorgen, die komen allemaal via mail bij jullie, ik denk maandag. Zodat jullie ook deze op je gemak zelf eens kunnen bekijken. Ik zal nu voornamelijk de briefings collection laten zien. Hier heb je een overzicht van allemaal briefings gemaakt door Ezra Inc. Waar er toch wel een paar echt mooie bij zitten. En daar kan je ook dan terugzien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is met die briefings. We gaan straks overgaan naar de Q&A. Ik ga jullie nog enkele slides meegeven over opkomende webinars en trainings, maar gewoon even een reminder voor mensen die toch nog een vraag moesten hebben of krijgen, dat je die nog in de tekst in de chat kan meegeven. Onze volgende webinar zal gaan over de aanpassing in user types vanuit Ezra Inc. Die zal plaatsvinden online op 14 mei. Als je daar meer informatie over wilt, kan je altijd naar training@esribelux.com een mailtje sturen. Verder hebben we nog een opleiding van APIO, ArcGIS Pro Essential Workflows. Deze zal zowel online als hier bij ons in Wemmel plaatsvinden, van 15 tot en met 17 mei. En dan hebben we nog de opleiding van Experience Builder. Het maken van webapplicaties met Experience Builder. Voor mensen die afkomstig zijn van de Web App Builder kan dit zeker een nuttige training of opleidingskans zijn voor de overstap naar Experience Builder. En deze zal zich afspelen bij ons op het bureau in Memmel, 4, 5 juni. En ook hiervoor kan je altijd een mailtje sturen naar training@sribelux.com. En dan zal ik nu even kijken of er vragen zouden binnengekomen zijn. Mijn collega.